Welkom, wat leuk dat je kijkt. Zo, je hebt al jouw About Me video, je elevator pitch of je introductievideo, of die ga je straks maken. Wat kan je daarmee doen, behalve op je website te plakken? Want je hoeft helemaal geen website te hebben om alvast met je videomarketing te beginnen en je About Me filmpje te gebruiken. Upload het videobestand direct in je Facebookpagina. Dus niet een link naar YouTube. Dat kan ook. Maar omdat Facebook is sterk concurrerend met YouTube, beloont hij direct geüploade video's met meer views. Ga naar je Facebook profiel. Nieuwe post. Klik op de foto video. Foto video uploaden. Kies een filmpje die je wil direct op Facebook zetten. En hij begint hier. Oplopen. In de tussentijd kan je de titel toevoegen of iets vertellen over de video. Voeg je de titel toe. Je kan de tekst hier inzetten. Moet je zelf uitzoeken wat je handig vindt. In de onderschriften kan je het zogenaamde SRT-bestand uploaden. Dat is de transcription van je video. Die kan je van de YouTube ophalen. Geavanceerd, distributie, speel er lekker mee. Vervolgens klik je op publiceren. We gaan in de berichten kijken. En in de meldingen. En ja hoor, je video's geüpload en voltooid. Kun je ook bekijken en bewaren. Gaan we even kijken. Inderdaad, daar staat hij. Je kan het nog eventueel aanpassen. Een bericht maken met die video. En ik kan hem wel gebruiken als een hoofdvideo op je Facebook. Dan ga je hier naartoe. En je klikt op vastzetten aan de bovenkant van de pagina. Op deze manier blijft deze zo lang, als jij dat wil, gewoon bovenop je Facebook feed. Op de Facebook kan je talloze groepen vinden, voor bijna elke beroep en elke interesse. Vaak mag je zich daar introduceren. Gebruik je introductievideo daarvoor. Stuur je video met een nieuwsbrief. Vraag kijkers om meer over jou te lezen op je website of zich in te schrijven voor je blog. Gebruik dat video ook in je handtekening onder elke blog, als je de blogger bent. Zo de nieuwe kijkers gelijk een kennis met jou kunnen maken. En dat is een leuke, stuur je video met je offerte. Zo maakt de potentiële opdrachtgever gelijk kennis met jou. Je bent niet meer anoniem en dat kan net die beslissende factor zijn om juist met jou in zee te gaan. Zet je introductievideo ook op je profiel op je LinkedIn. Dat kan op twee manieren. Eén is in je ervaringen te delen. Een tweede gewoon als een post, als een link die je plaatst in je update. Je gaat naar je LinkedIn profiel, ga je naar je ervaringen, klik op de video. Hier heb je plek om je link te plaatsen, dus ga je naar YouTube. Pak je de link van je video, kopiëren, terug naar LinkedIn, plakken. En doorgaan. Hij wordt nu op je profiel toegevoegd. Een andere mogelijkheid om je video op je LinkedIn profiel toe te voegen is gewoon een update plaatsen. Dus je gaat een update delen. Plak je link hier. Geef de omschrijving toe. En doe je delen. Zo staat hij op de LinkedIn. Plaats je introductievideo op je website. Je kan het op twee manieren doen. Embedden of een link plaatsen. Ga je naar je YouTube kanaal, kies je de video die je wil toevoegen. Ga je naar beneden, delen. En je kan of de link pakken, kopiëren en dan op de juiste plek op je website te plakken. Of je kan hem insluiten. Insluiten, dat is de embed code. Die moet je helemaal kopiëren.
in je HTML-code in je website toe te voegen. Vraag je websitebouwer als je dat niet precies weet hoe dat moet. En op die manier staat je video direct, permanent op je website. Dus er wordt niet eerst een YouTube geopend, maar dan speelt de video in je website. Uiteraard, eerst moet je een video maken en op de YouTube plaatsen. Met de maker help ik je graag. Stuur me een e-mail, dan maken we een afspraak. En wat plaatsen betreft, ik heb voor je een cadeautje, een checklist, waar ik in 9 stappen de duidelijke instructie geef hoe je YouTube-kanaal kan aanmaken, tot hoe je de video uploadt en optimaliseert. Met tussenin tips om je banner op te maken, je logo in je video te krijgen automatisch. Dus vergeet het niet, link zit in de omschrijving. Pak je gratis checklist zometeen op. Dat was het voor vandaag. Bedankt voor het kijken. En als je dat nuttig hebt gevonden, like en deel deze video met jouw vrienden. Vergeet niet te abonneren op mijn YouTube-kanaal om niks te missen. En tot de volgende video!